Vorige keer zagen we hoe Rob met een botoxbehandeling de eerste stap zette naar meer zelfvertrouwen. Vandaag legt plastisch chirurg Jacques van der Meulen uit wat hij verder voor Rob kan doen. Oké, Rob, als ik naar je gezicht kijk, dan zie ik een aantal ouderdomskenmerken ontstaan langzamerhand. Dat zie je eigenlijk in de loop van de jaren altijd wel komen. De meest gebruikelijke reden waarom je wat langzamerhand wat ouder uit begint te zien, is natuurlijk de zwaartekracht, het zakt naar beneden toe. Dus dan verliezen ze het allemaal van, want die slaapt nooit. Het tweede is dat de huid langzaam wat slapper wordt en minder stevigheid heeft en daardoor wat meer plooivorming laat zien. En het derde is dat je soms wat volume verliest in de loop van de tijd. Op het moment dat je de kaaklijn verstevigt door de wang een stukje omhoog te halen en de hals wat beter aan te zetten, dan krijg je gewoon wat betere definitie van je gezicht. Ja, zonder dat je eraan, die contouren ook weer ja, zonder dat je er raar uit gezien. Dus je ziet dat er hier wat verandert in dat gebied. Die plooien gaan dan niet weg, maar die worden wel zachter, zie je dat? Nou, wat ik met Rob heb afgesproken is om een facelift te doen. En wat mij betreft is een facelift ook inclusief de hals. Dat is een operatie waarbij hier op vlak voor het oor een kleine snee wordt gemaakt. En de wang met de onderliggende structuren wordt verstevigd en ietsjes omhoog wordt gezet. Zodat de zwaartekrachtgevolgen gecorrigeerd worden. Dus het gaat hier voor het oor ietsjes omhoog. En hier achter het oor iets naar achter toe. Dat zowel de kaaklijn, als de halslijn gecorrigeerd worden. Ik heb een goed advies gekregen van dokter Van der Meulen en ik durf het aan. Ik heb er een goed gevoel bij, ook bij de Veldhuiskliniek. Dus ik ga het doen.